Dit is calisthenics, een krachtsport waarbij je alleen gebruik maakt van je eigen lichaam. En dit weekend is het eerste EK ooit, in de Rai. Amsterdam is mijn stad, hè, geboren en getogen. Dus ik ben er ook trots op dat het gewoon in mijn eigen buurt mag gebeuren. 19 Europese landen zijn afgereisd naar Amsterdam. Team Nederland maakt de spieren alvast warm. Alles uit mijn hoofd herhalen. Alsof ik de wedstrijd eigenlijk al heb gedaan in mijn hoofd. Dat is mijn tactiek altijd. Met deze arm kan het niet meer stukken in ieder geval. Nee, deze arm is zometeen helemaal goed gefixt. Lekker, ik voel me steeds mobieler. Heel excited, ook nerveus. Ik heb wel goed geslapen, goed voorbereid. Maar ja, als je dit ziet, dan word je gewoon weer echt spannend. I'm a member of French team. So, I'm here to win, I hope, or maybe not, let's see. Het is een nog vrij onbekende sport, maar de supporters zijn er. Het is wel mooi om te zien, toch? Ja, dat vind ik wel. Ik vind het wel mooi om te zien. My friend Anastasia, she came here and she destroyed everybody. So I just came here to support her. En dat het een superzware sport is, dat werd de fans ook wel duidelijk. Afgelopen week wel gedaan, dat ging toch iets minder goed. Dat is toch wel zwaarder dan ik had verwacht. Dus, vertel, hoe ging dat dan? Ja, met heel veel pijn en kramp stond je daar dan een beetje jezelf op te trekken. Lukte amper, banden erbij. Ging het wel iets beter? En heel veel hulp natuurlijk. Can you turn around, yes? Or you make it hard, or you not. And if you not, you're going home.